Jan Dijkgraaf is vanmiddag gepresenteerd als lijsttrekker van de politieke partij Geen Pijl. Beroepspolitici doen ons allerlei beloftes in hun verkiezingsprogramma, in hun proefballonnetjes en in hun persconferenties. Wilders met zijn AOW blijft op 65, Samson met zijn meer geld voor onderwijzers en Rutte met zijn onderste steen. Voor beroepspolitici zijn kiezers hinderlijke strontvliegen die eens per 4 jaar moeten worden gepaaid met beloftes en die daarna vooral 4 jaar hun bek moeten houden. Deze verkiezingen is het doel groter worden dan de PvdA. Nou, die stonden gisteren op 9, dus waarom niet? Ja, waarom niet? Is dit een serieuze concurrent? Nou, ik weet het niet. Ik moet inmiddels constateren dat rechts zelfs dit beter kan dan links, versplinteren. Want dat doen ze nu wel heel erg rap. Met 3 verschillende partijen, volgens mij van 3 kopstukken van 1 club. Ik vind vooral de manier waarop ze in de politiek stappen nogal cynisch. Ze zeggen we gaan helemaal niks doen, we gaan alleen maar stemmen. En dat doen we dan op verzoek van stemkastjes van leden. Ik heb eens nagegaan, volgende week moeten wij stemmen over 400 voorstellen, geloof ik. Waaronder bijvoorbeeld, dankzij de Partij voor de Dieren, dan zoiets als de roosterbreedte van geitenhouderijen. Mm-hmm. Ja, dan moeten ze dan elke keer voor al die stemmingen moeten ze aan hun leden vragen. Dat zij zelf een keuze maken. Ja, maar dan moeten ze bij al die andere ter stemming brengen. Je kunt niet stemmen. Je zult toch echt iets je hand moeten opsteken of niet bij elke stemming. Goed, ik breek mijn hoofd er voorlopig nog even. Nee, zou ik ook niet doen. Er is wel gezegd door politici, met al die kleine partijen ter linker of ter rechterzijde, en al die afsplitsingen die er ook nog zijn, is het niet handig bij volgende verkiezingen die kiesdrempel te verhogen? Ja, we zien elke keer wel dat heel veel partijen zich melden voor de verkiezingen. Dit is nog niet eens een record, hoor. Ik geloof dat in 2006 waren er 67 partijen die zich hadden gemeld. En dan komen er uiteindelijk 10 van in de Kamer. Dus die drempel is op zichzelf al vrij hoog. Hoog genoeg om die versplintering tegen te gaan. De huidige versplintering in de Tweede Kamer komt vooral door afsplitsingen... van partijen die eerst in de Kamer zijn gekomen en daarna... Nou ja, mensen verliezen. Mijn eigen fractie is daar een voorbeeld van, maar ook vele anderen. Ja, u heeft al 2 partijen geleverd eigenlijk gewoon, in deze kabinetsperiode. Ja, het is een record waar ik niet trots op ben, nee. Zie je dat ook als iets dat je dan zelf niet goed doet? Nou, kijk, bij Toenahan en Celsuuk moet je achteraf natuurlijk gewoon constateren dat die op de verkeerde plek op de lijst waren gekomen, of in ieder geval helemaal niet bij de Partij van de Arbeid thuis hoorden. Dus dat heb je niet goed gedaan? Nou, dat hebben we dan als partij inderdaad niet goed gemanaged. En daar hebben we ook wel van geleerd. En bij Jacques Monash, denk ik, speelt er zo vlak voor verkiezingen iets anders mee. Dus hij wilde zelf iets beginnen. En ja, dan moet je je toch eerst afsplitsen. Ja. Nou ja, hij wilde eigenlijk samen met u en Lodewijk Asscher in het strijdperk. En dat werd hem niet helemaal gegund? Nou, hij stelde daarbij voorwaarden die ook niet helemaal... waar je ook niet aan kon voldoen. Dus dat, ik weet niet precies wie nou heeft geprobeerd dit te laten mislukken. Maar bij Jacques speelde er wel iets mee dat hij volgens mij gewoon eruit wilde. Laten we naar iets groters gaan. Onze premier Rutte was op een bijeenkomst van de Europese Liberalen in Warschau. En daar sprak hij. En een belangrijk Europees probleem is natuurlijk nog steeds... wat doen we met vluchtelingen? 1, wat doen we in de hele verdeling in Europa met de mensen die hier al zijn? En 2, hoe voorkom je dat er nog meer mensen hier naartoe komen? En over dat laatste had Rutte een opmerking. Hij zei, er komen heel veel migranten uit Afrika, uit in de meest letterlijke zin Zwarte Afrika. En die zou je eigenlijk gewoon op het bootje weer terug moeten sturen naar Afrika. En dan kijken of we een deal kunnen maken met Marokko en Egypte. Is dat een soort Turkije-plan 2.0 wat gepresenteerd is? Nee, het is fundamenteel anders. Het is ook een onzalig idee om mensen zonder een asielprocedure gewoon weer terug te sturen. Kijk, we weten van de mensen die in Italië aankomen, want dat is de grote stroom waar Mark Rutte het over had. Daarvan is ongeveer 40% gewoon echt een vluchteling. Hè? Uit Eritrea, Zuid-Soedan, Somalië. Die vluchten voor oorlog en ellende en onderdrukking. Als je die op zee weer terugduwt Afrika in, ja, dat is inhumaan en het is ook in strijd met het internationaal recht. Nou verbaast me dat niks, want de VVD wil dat al een tijdje. En we hebben dat natuurlijk in deze kabinetsperiode kunnen voorkomen. Ja. Hun plan Asmani, Kamerlid van de VVD die dat al eerder voorstelde, dat is gesneuveld. Ja. En de Turkije-deal is een hele andere principe. Daarbij zeggen we, mensen die zich in Griekenland melden vanuit Turkije, krijgen allemaal individueel een asielprocedure. Mocht voor hen gelden dat Turkije een veilig oord is, ja, dan zullen ze worden teruggestuurd. Ja, dat tweede gedeelte, dat loopt nog niet zoals het zou moeten lopen. Maar dat is misschien wel juist omdat er een
zorgvuldige procedure is. Want rechters gaan daarover. En op dit moment oordelen de rechters in Griekenland dat voor de meeste mensen die op die eilanden zitten, Turkije helemaal niet veilig is. Ja, dan gaan ze ook niet terug. Zo simpel is het. Kijk, Rutte zegt, deze mensen worden nu in al die gammele bootjes gestopt en hoeven eigenlijk nog maar een kilometer of anderhalf op zee te dobberen. En dan worden ze keurig met de veerdienst opgehaald en naar Italië gebracht. Dus Europa faciliteert als het ware een veerdienst voor al deze mensen en brengt ze keurig naar Italië. Dat kan niet de bedoeling zijn. Nee, dat is ook waar. Dat is ook een worsteling. En je zult dus ook iets moeten afspreken wat dan wel Turkije 2.0 geheten zou kunnen worden. Ik weet dat Duitsland is daarmee bezig. En ik heb daar zelf ook wel eens voorstellen voor gedaan en met collega's in Europa besproken dat je bij wijze van spreken in Afrika zelf mogelijkheden zou moeten creëren om asiel aan te vragen in Europa. Ja, zodat wie? Je niet hoeft over te steken. Met wie moet je dat soort deals maken dan? Ja, dat zul je dan moeten doen in landen die natuurlijk wel enigszins veilig zijn. Tunesië zou kunnen. Marokko zou kunnen. Het is een hele ingewikkelde operatie, hoor. Maar het feit dat het ingewikkeld is, is geen excuus om dan maar te zeggen, weet je wat, we gooien de humaniteit aan de kant, we gooien het internationaal recht overboord en we duwen er gewoon die scheepjes weer terug. Zo werkt het niet. Zo zal het ook niet werken. De rechters hebben zich daar al eerder over uitgesproken. Ja. Dat mag ook helemaal niet. Dus als Mark Rutte dat op een serieuze conferentie in Warschau zegt, ja eerlijk gezegd. Is dit de premier in campagnestand? Nou ja, het is wel typisch wat wel vaker gebeurt. Een voorstel doen wat helemaal niet kan. Ja, afgelopen vrijdag zat Lodewijk Asscher op deze plek. En die zei op een gegeven moment, toen het over niet zozeer over migranten ging uit Afrika, maar bijvoorbeeld uit het voormalige Oost-Europa. Daar moeten we ook mee stoppen. Deze mensen kunnen niet langer straks, als het aan mij ligt, en dat wordt ook een breekpunt, zei hij zelfs, voor een lager salaris hier aan het werk dan onze eigen mensen, die met name in de bouw, waar die concurrentie is. Zag u dat ook als een soort verkiezingsstunt en campagne? Nee, nou, dat ligt wel een beetje anders. Kijk, het doel zijn we het geheel over eens. We proberen in Europa al een tijdje met elkaar. Hij zei van niet, dat was namelijk het grote verschil tussen u en hem. Zei. Nee, het verschil is een beetje het middel waarop je dat doel wil bereiken. Want het doel zijn we het dus over eens, dat we in Europa proberen af te spreken dat overal het simpele principe van gelijk loon voor gelijk werk geldt. Hè. Dus als een Roemeen hier in Nederland gaat werken, dan geldt gewoon het Nederlandse loon voor hem. Zodat een Roemeen, die ik dat werk natuurlijk wel gun, niet een Nederlandse bouwvakker wegconcurreert. Omdat hij veel minder betaald hoeft te worden. Dus dat doel zijn we het helemaal over eens. Maar om dat te bereiken zul je in Europa wel medestanders moeten vinden. En ik vergeleek het ook een beetje in de discussies met Lodewijk daar met die Turkije-deal. Toen wij daarmee begonnen, Sigmar Gabriel, ik, dus de Duitsland en Nederland, toen waren er maar 2 landen voor en er waren 26 landen tegen. En we hebben ons helemaal suf gewerkt om ervoor te zorgen dat die weerstand bij andere landen weggenomen werd. En uiteindelijk bereik je dan een compromis met Europa en zelfs met Turkije. Zo werkt het. En in het eerste debat leek Lodewijk Asscher een beetje te suggereren van, nou, ik ga het proberen, als het niet lukt, dan lopen we gewoon van tafel. Ja, dat werkt niet. Op die manier los je nooit een probleem op. Zeker niet in Europa, maar volgens mij nergens. Je lost niet een probleem op door te zeggen, nou, dan stoppen we er gewoon mee. Ja, de laatste die dat ooit zei was Cameron. En die zit nu in een Brexit met grote problemen voor zijn land. Volgens mij willen we dat als Nederland nooit naast. Nou ja, de beoogde partijleider van de Partij van de Arbeid, althans zo ziet hij zichzelf, Lodewijk Asscher, zegt, als dit niet gebeurt, dan neemt mijn partij geen deel in een regering. Ja, maar de Nederlandse regering zal het hier vrij snel over eens zijn dat dit moet gebeuren. Dus ze hebben niet zo moeilijk om. Maar dan nog heb je niks te zeggen. Bedoel. Nou ja, je hebt wel wat te zeggen, maar dan moet je dus in een vliegtuig stappen. Ja. En hoofdstad voor hoofdstad voor hoofdstad. En veel in Brussel, met politiek leiders, met andere collega's. Stap voor stap, een taaie materie, maar het lukt wel. Kijk, op dit moment, het is ook helemaal niet zo kansloos zoals het soms wordt geschetst. Er waren 11 landen fel tegen zo'n gelijk loon, gelijk werk principe. Nu zijn dat er nog maar 5. Nou, nog een beetje doorwerken en we zijn het met elkaar eens. Op die manier bereik je vooruitgang. Dus de discussie ging niet over het doel, daar waren we het helemaal over eens. De discussie was een beetje van, wie is er nou bezig om een probleem op te lossen of wie is er bezig om een symbolisch statement te maken? En dat laatste, daar ben ik niet zo van. Wanneer weten we eigenlijk of u nog partijleider bent? Vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag? Ja. En hoe is de sfeer in het hoofd? Nou, ik heb er wel vertrouwen in. Maar ja, ik realiseer me dat iedereen die op mij gestemd heeft, die zegt dat vrolijk tegen mij. En al die anderen die zeggen dat dan weer niet. En, ik heb meer mensen niet gesproken dan wel. Dus in principe zou ik me zeer veel zorgen moeten maken. Blijft u fractievoorzitter? Stel dat u het niet wordt. Blijft u dan fractievoorzitter in de Tweede Kamer tot het einde? Weet je, ik heb daar nog geen moment over nagedacht. Omdat ik ook weet dat dat soort scenario's pas daarna
voor mij gaan spelen. Ik heb al eerder gezegd... Ja, maar je moet toch in meerdere scenario's nadenken als je politicus bent? Als je een campagne wil winnen, is het vooral verstandig om in één scenario na te denken, namelijk het winnende scenario. Ja. En daar focus ik me op. Daar geef ik alles voor, tot de laatste seconde. En dan ga ik daarna wel eens nadenken hoe het afloopt. Ja. Is dit eigenlijk een soort affirmeren, hadden wij het nog op? Ja, inderdaad. Soort... Ja. Als je maar sterk genoeg aan de gedachte blijft denken, dan wordt hij vanzelf waar. Is dat zo? Zou dat werken? Nou, we hadden erover. Wauw. Kun je mij dat? Kijk hem eens op. Ik weet niet of hij dat nog kan. Kan je dat nog leren voor vrijdag? Ja, dat wordt grap, ja. Jij kunt in zekere zin gedachten lezen? Ja, maar niet in de zin zoals veel mensen dat denken. Dat je een gedachte hoort waar iemand aan denkt. Maar wel in die zin dat je op basis van non-verbale communicatie en signalen die een ander geeft, kan interpreteren waar iemand aan denkt. Oké, hoe ging dit in dit gesprek eigenlijk? Nou, het was leuk om te zien. Volgens mij heb ik veel vertrouwen in vrijdag. Ja? Heeft hij er vertrouwen in? Ja. Oké. Ik heb hier een envelop. En dat is een belangrijke envelop voor straks. Oh, daar zit de winst op de vliegen. Ja. Nou, ja. Dat is heel slecht karma. Ja. Als je dat nou... Oké. Het is een gouden envelop. Dat begint goed. Helemaal goed.